Hallo allemaal. Goedemorgen en welkom terug. Dit is dag 3 van de zombie apocalypse. Zombie apocalypse day 3. Mijn naam is Vidioot. En iedereen die dit een razend populaire YouTube kanaal volgt. Die weet wat ik ben. Ik ben een diehard fan. Een echte fanboy van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema. De allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Ik moet zeggen dat dag 2 van de zombie apocalypse een heel stuk beter verliep dan dag 1. Dag 1 was voornamelijk shock. En inderdaad het hamsteren van allerlei dingen die we niet in huis hadden. Ik vraag me af, is het hamsteren als je het niet in huis hebt en je hebt het nodig? Dan moeten ze een keer iets aan doen. Dag 2 was een hele hoop nieuwe besmettingen, zoals we hier zien. Maar helaas 19 nieuwe doden, dat is wel echt afschuwelijk. En we zitten nu op 1705 Nederlanders die besmet zijn. Ons burgemeester, leuk hè, wat ze aan heeft. Ons burgemeester die, leuk wat ze aan heeft. Hamster niet en pak de fiets. Ontzagwekkend, hier, de manier waarop Amsterdammers omgaan met de coronacrisis is ontzagwekkend en ontroerend, zegt burgemeester Femke Halsema. Zo is handhaving van de eerste beperkende maatregelen voor de horeca nog nauwelijks nodig geweest. Ja, niemand wil de deur uit, iedereen zit binnen. Ondernemers moesten tegen hun eigen economische belangen ingaan, maar de solidariteit is zo groot dat het direct gebeurde. Dan, er zit een zware periode aan te komen, dus het wordt erger. Niet alleen economisch gezien, maar ook voor de mensen die kwetsbaar zijn, zowel sociaal als qua gezondheid, of die werkeloos dreigen te worden. Ja, dit wordt een diepe, diepe en hele zware economische crisis, zoals het ook nog is. Heel eng. Dit is fantastisch. Er wordt nagedacht over manieren om jongeren een maatschappelijke taak te geven nu de scholen gesloten zijn. Denk aan het doen van boodschappen voor mensen die thuis moeten blijven of door op te passen. Deze en andere maatregelen, zoals een opvangprogramma voor daklozen en illegalen, worden nu voorbereid en zullen de komende dagen het levenslicht zien, beloofd Halsema. Nou, burgemeester, niet qua bedoeld, maar u heeft 2 van dat soort tieners die alle 2 zo'n telefoon in hun handen hebben. Ik weet niet waar dat denken vandaan is gekomen, maar het is een beetje hetzelfde als verplichte maatschappelijke dienstplicht en burgerschapstraining, et cetera. Die kinderen willen dat helemaal niet. Wat die kinderen willen is thuis zitten, veilig, binnen, waar ze niet ziek worden. En kloten met hun telefoon. Ja, we gaan ze niet veranderen in de Hitlerjugend iedere keer dat er een crisis is. Maar dit is iets wat we heel graag willen. Geef jongeren een maatschappelijke rol. Tuurlijk. Tot ze ziek worden. Ik vind dat geen goed idee. Ik ben het er niet mee eens. Dan rijden bij de apotheek. Dat is niet best. Dat is niet best. Daar wilde ik dus heen. Maar ik denk dat ik gewoon paracetamol en dat soort dingen allemaal online ga kopen. Aju. Dan kwam ik deze tegen. Die is echt fantastisch. Zoveel shit in 2 dagen tijd kon ik niet aan. Dit is Natasja van Wezel. En in dit stukje opinie legt ze uit dat haar lezingen werden afgezet. En al haar lezingen worden dan en de presentatieklussen en haar interviewers en opdrachtgevers en zij is een zzp'er.
En als ZZP'er is zij qua inkomen volkomen afhankelijk van dergelijke klussen. Hoe komt zij nog rond? En dan is ze aan de bijkomen van de schrik en dan wordt gebeld door de uitgeverij. En dat boek, ze hebben een boek geschreven, dat komt uit op 1 april. Maar er is een feestelijke presentatie gepland. Slecht nieuws. Ik wist genoeg, die feestelijke presentatie gaat niet door. Och jezus, die arme Natas, gaat het kind? Moet je opletten, het gaat helemaal mis. En dan komen appjes van familieleden. En dan mijn vaders steenzetting, een Joods ritueel waarbij de grafsteen een jaar na het overlijden wordt onthuld tijdens de ceremonie. Dat zou dit weekend gebeuren. En dus ook dat gaat niet door. Jeetje, die arme Natasja, die heeft wel heel zwaar. En dan raakt ze de ketting kwijt. Of tenminste, de ketting heeft ze nog wel. Maar aan die ketting zit de hanger. En die hanger die is in de vorm van een Davidster. En die kreeg ze van haar vader voor de 23e verjaardag. En die heeft ze nooit meer afgedaan. En die is ze kwijt. Het hangertje. En dan op mijn knieën speurde ik urenlang de vloer af. Niets. Ik keek in de wc-poort en kleedde me uit. Terwijl ik hoopte dat ik een dof klapje zou horen. Weer niets. Waar was ik de afgelopen uren geweest? Was de ketting gisteren al losgeraakt? En lag de hanger nu ergens op straat? Een vlaag van paniek overviel me. Voor mijn werk viel vast een oplossing te bedenken. Mijn boekpresentatie, zelfs de steenzetting, konden worden uitgesteld. Maar deze hanger zou ik nooit meer terugkrijgen. En dan komt het. Ik ging in bed liggen. Het staat er echt. Ik ging in bed liggen en trok de dekens over me heen. Zoveel shit in 2 dagen tijd kon ik niet aan. Ik draaide me om en voelde iets scherps in mijn been prikken. In mijn dij prijkte de afdruk van een Davidster. Ze heeft haar hangertje teruggevonden. Ah, gelukkig. 6:33, deze. Zoveel shit kan ik niet aan, ik trek het niet meer. Dit is dag 2, kind. Er komt nog even meer shit aan. Ik zou beginnen met alcohol. En dan kom ik deze tegen. Deze is echt fantastisch. Een virus maakt geen onderscheid in afkomst. Waarom wij dan wel? En dit is van Hui Pan. En zij maakt zich druk om beledigingen richting Nederland. Richting Nederlanders met een Aziatisch uiterlijk. Het is heel erg, is dat. Het is een raadloze moeder over haar in elkaar geslagen 8-jarige zoontje, een nichtje die werd uitgemaakt voor corona. Jeetje, jeetje, jeetje. Zij is bezig met een Pan-Asian Collective in de week tegen racisme. Ik denk dat die week tegen racisme gecanceld wordt. Ja, je moest worden afgeluist. Chinese zondebokken. Jeetje, wonderen, fantastische portretten. Dit gaat voornamelijk over identity politics, heb ik het idee. Lieve mensen, dat virus is echt belangrijker dan identity politics. Gisteren kreeg ik Arno Grunberg, die was heel erg Joods. Hadden we net die Natasja van Wezel, die was heel erg Joods. We hebben nu deze mevrouw, die is heel erg Aziatisch. Ik weet niet goed wat ik ermee moet. Ik weet wat, die schrappen we ook. Dan krijgen we hier echt iets zweverigs. Door corona tijd voor reflectie. De natuur roept ons nu tot bezinning. Hoe krijg je dit soort dingen gepubliceerd in dat parool? Ruimte voor rust. De coronamaatregelen dwingen ons massaal thuis te blijven. Vervelend,
Het kan ook iets opleveren. Ruimte voor rust, reflectie en solidariteit. Ik denk dat veel mensen nu ontdekken dat ze altijd aan het rennen waren. Een soort onthaasting is het. Een soort onthaasting. Kijk hier, een beetje in je eentje uit het raam staren naar papegaaien. Dat is wat je doet tijdens een coronacrisis. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar goed, hier leren we allemaal iets van. Mindfulness coaches en virtuele contacten, et cetera, et cetera. Ik denk ook niet dat dit zo belangrijk is. En dan kwam ik dit tegen. Dit is een Italië-correspondent die opgesloten zit in Rome. In zijn huis. Arme jongen. Hij heeft geen symptomen gehad. Hoe ziet zijn werkdag eruit? Hoe ziet je werkdag eruit? Ik word wakker, ik pak mijn laptop en mijn telefoon. En ik zet de televisie aan. En dan belt hij met de redactie in Hilversum. Klinkt als een echte werkdag. Leg je ook af en toe bewust je telefoon even weg? Ja, want dat ding is hartstikke zwaar. Straks blesseer je je elleboog. Of je pols of je schouder. En je weet het, dat soort kleine dingen kun je niet voor naar de dokter. Ik denk dat dit niet zo belangrijk is, zijn toestanden. Hij wil gewoon aandacht. Succes, bel maar met Hilversum. En dan onze Anouk, die het helemaal zwaar. Anouk zit vast in een verlaten resort in Marrakesh. Best een beetje creepy, hangt er vanaf. Ik vind het bijvoorbeeld wel oké. Mogen wij het telefoonnummer hebben van dat resort en hun e-mailadres? En dan wilde ik ze graag een mailtje sturen om te vragen van hoi. Zouden jullie Anouk willen houden? Want wij vinden het prima als zij in een resort in Marrakesh zit. Wat ze dan ook zegt. Anouk verblijft in een groot resort dat nu zo goed als verlaten is. Ik zweer het. Ik ben de enige die over is in dit hele resort. Wat best een beetje creepy is eigenlijk. Er is nog één villa verhuurd. En dat is die van mij. En er is daar niks te doen. Kijk, de sportruimte, het restaurant, is allemaal dicht. Vreselijk, vreselijk. Maar ze wil liever naar huis, naar de kinderen. Ali B. heeft extra puffers voor de geregeld. Want Anouk heeft astma. Dan moet je goed uitkijken dat je geen coronabesmetting krijgt. Want dan zit je in een risicogroep. Dood en dood één. Het wordt niet duidelijk wanneer Anouk naar huis kan vliegen. Misschien aankomende vrijdag. Nou, dat volgen wij hier van video's op de voet. Echt waar. Misschien kan iemand van de Nederlandse ambassade gewoon een mailtje sturen. Hi, ik begrijp dat jullie onze Anouk hebben. Ja, jullie mogen er houden. Mevrouw de burgemeester, u had het over hamsterbiet. Dat is een beetje sneu. Ik had die boodschap niet helemaal meegekregen, want ik was er al mee begonnen. Gisteren, dag 2 van de zombie apocalypse, verliep voorspoedig en wel om de volgende reden. Tadaa! Ik heb toiletpapier. Sterker nog, ik heb waanzinnig veel toiletpapier. Dit zijn 128 rollen die ik mezelf de trap op heb gedragen. De jongen die het kwam brengen, die zei eigenlijk best wel slim, want in de supermarkt hebben ze niks meer. Dit bedrijf, schoonmaakdiscount.nl, die bevoorraadt schoonmaakbedrijven. En die vinden het helemaal niet erg als je particulier bij hun komt kopen. Dit was goedkoper dan in de supermarkt. En ik ben helemaal voorzien. Ik heb een hele toren gebouwd in mijn toilet. Dit probleem heb ik opgelost. Ik moet nu alleen nog dat mondkapje probleem oplossen. Want ik kan nergens een mondkapje krijgen. En daar word ik wel een beetje nerveus van. Dan zeg maar, creepy, best wel creepy is dat. Best wel creepy, zoals Anouk het zou noemen. Ik ben dus wel gaan hamsteren, te weten, toiletpapier. Vandaag zouden er, als het goed is, wat medicijnen en antigriepine binnen moeten komen. En als het goed is, ook rubber handschoentjes, een doos van 100. En dan voel ik me gewoon wat zekerder. Voor die kleine dingetjes die ik buiten de deur moet doen. En de fiets pakken, dat doe ik niet. Ik loop.
Ik loop. Ik denk dat dat ook mag. Leuk wat ze aan hebben. Echt waar, leuk wat ze aan hebben. Lieve mensen, blijf dit kanaal volgen. Wij zitten in zelfisolatie. En wij zullen verslag blijven doen vanuit onze bunker van de zombie apocalypse. Dit is dag 3. Day 3. Mensen, blijf binnen. Stay safe. Stay safe.